Hier buiten staan dus altijd de aanbiedingen, hè? Dus je moet hier heel goed opletten. Kijk. Oh, kijk, daar heb je wc-papier. Even denken, hoeveel zitten er in zo'n plant? 6 rollen. 6. Dus het is 3 keer 6 is 18. En dit is... Ja, dat is goedkoop. Ja, dan doen we dat. Ja, dan doen we dat. Dat is veel voordeliger. Je moet wel veel rekenen, merk ik al. Ja, nou, daar ben ik al helemaal verleerd rekenen. Oké, okay, ja. Nou, kom. Hebben ze mandjes of karretjes? Hallo. Hi. Met een beperkt budget moet je snel kunnen rekenen. Zeker in dit woud vol acties. 1,50. Ja, 2 voor 2 euro. Maar we hebben aan 1 fles genoeg, denk ik. Even kijken, onderbroeken. Nee, onderbroeken hebben we genoeg. Dit is een hele verkeerde hoek. Dit is allemaal luxe. Oh, hier ook vuilniszakken. We mochten niet met stripding. Want ze zegt, dat wordt te duur. Oh. Hier, 1,50. Oh. 85 cent. Hier, goud terugzetten. Goud terug terugzetten. Die handel. Oh, hier, die kijk, flower. Door. Veel beter. En die gloor dan? Kijk dan, 55 cent. Waar ben jij? Wat is... Kom eens, ze moeten ook terug. Veel goedkoper daar. Oh, wat erg. Dit is een hele dure hoek. Weg daarmee. Oh. Ik moet je zeggen, ik koop nooit echte merk, omdat ik dat onzin vind. Maar het is niet dat ik ga kijken van, oh, dat scheelt me 10 cent of 20 cent. Maar ik moet je zeggen, ik vind het wel leuk. Ja, het is toch een beetje de uitdaging. Nou, vanaf morgen is het meer dan dat. In de bijstand is koopjesjagen een harde realiteit. En draait alles om de hoogte van de kassabon. Perfect. Ik ben zo benieuwd hoeveel het is. Wat denk jij? 17,50. Ik denk 6 euro. 6 euro? Ik denk 6 euro. We gaan het meemaken. Weet jij toevallig uit je hoofd hoe duur die plastic tassen zijn? De prijs is 20 cent. 20 cent. Ja, gaan we niet doen. Hoeveel? Hoeveel? Nou, 13,55. Zitten we er een beetje tussenin, eigenlijk? Ja, het valt mij tegen. Oh ja, ik moet wel het bonnetje natuurlijk voor mama. Ja. Doei. Oh, kan niet. Oh, meid, ik heb een tas al standaard in mijn tas. Oh. Ja, dat moest wat ook goed. Voor mama. Want ik mocht niet meer allemaal van die plastic troep kopen bij de supermarché. Kijk, is dat goed? Nou. Kijk, dit is natuurlijk top hier. Dan hou ik dit vast. Prima. Ja, oké. Dag. Doeg. De missie lijkt geslaagd. Vader en dochter regelen zonder al te veel gedoe schoonmaakspullen voor weinig. Terwijl Erika ervoor zorgt dat het hele huis is gestoft en gezogen. Oh, en ook nog even op de kleintjes let natuurlijk. Zullen we kijken waar mama blijft? Nou, kijk hoe blij ze is. Of ze is heel boos. Nou, ik zag ze gewoon nog op de grond zitten. Dan denk ik, waarom ben je niet aan het zuigen? Doet die bel het niet? Oh. Nee, die bel hebben we geen bel? Nee. Hi. Hebben we geen bel? Waarom zit je op de grond? Nou, ik ben met haar aan het spelen. Ben je al klaar dan met stofzuigen? Dat is helemaal niet goed gedaan met stofzuigen. Heb je de borsteltje wel gebruikt aan aan de slurf te hangen? Nee, die heb ik niet. Ligt thuis. Ik heb dat toch? Nou, ik doe het zelf alweer. Nee, maar dan doe jij het nog even na. Dan ben je zo klaar. Ja. Luister nou even naar wat we allemaal gekocht hebben. Ja. Vertel. 2 emmertjes. Hoe duur denk je? Totaal. Euro per stuk. 1,50 per stuk. Nou, vind ik duur voor zo'n klein emmertje. Nou. Serieus. Nou, chloor. Dat kost niks. Ja. Doekjes. Oh, die pluizen. Multicleaner. Allesreiniger. Ja. Helemaal goed. In dezelfde kleur hebben we gekozen als dit. Ja. Met dat lavendel. Dat is leuk, ja. En dit. Hoeveel denk je in totaal? Ik denk 13 euro. Nou, 13,55. Oh. Heel goed. Geld. Ik hoop geld. Luister, jij moet je schoonmaken. Rustig, rustig. Erika heeft precies de houding die je nodig hebt om te overleven in de bijstand. Dus steek die frustratie even lekker in de stofzuiger. Kijk, zo wordt het tenminste goed schoon. Ik had geen borsteltje. Ja, wat dom. Waarom heb jij dan geen borsteltje? Het ligt thuis. Kijk, zo wordt het schoon. Ze heeft het helemaal niet gedaan, lijkt wel. En dan neem ik straks het witte sponsje. Nou, joh. Oh. Ja, dat is niet, dat klinkt niet goed. Dat is een error, een error. Oké, tijd voor een totale reset. Of zoals Martien het noemt, shoppen. De Meelandjes hebben 1500 euro gekregen om het huis in te richten. En gek genoeg is dat geld nog lang niet op. Het lijkt goed. Maar hoe komen we hier weg? Nou, gewoon rijend. Ja, maar ja. Ho, ho, ho.
Oh, ik vind het zo eng. Ja, net kom maar. Ja, hij pakt hem. Fijn. Team Inkoop is onderweg. Maxime heeft het hele huis voor zichzelf. Om eens lekker te soppen. Heerlijk. Zaten ze gisteren nog strak op het budget, vandaag is dat wel even anders. Valt me zwaar tegen. Ja, want nou hebben we nog maar... Nou hebben we nog maar 300 euro. Viel heel erg tegen. Ja, maar we hebben wel heel veel, want nee, dat is bijna 300 euro. Ja, ik vond ze een hoop geld. Ja. Dus dit hakt heel erg in het budget. Ja. Nou, we gaan, want we moeten ook nog naar Nieuw-Vennep. En ik rij niet graag in het donker. En het wordt nou wel schemerig. Jezus. Ja. Je rijdt niet eens. Tjong, jong. Ja, dit was best een duur rondje. Maar vanaf nu gaat de hand weer op de knip. En hoeven ze alleen nog even een marktplaatsbedje op te halen. Simpel zat. Het nummer 45. Nou, ik zet hem even achteruit. Ja, kan je het zien. Zet hem wel hier op het stoepje. Ja. Ja. Hier is het. Oh, het staat al buiten, joh. Oh, ja, het staat al buiten. Oh, hi. Oh, hi. Moet ze alleen even betalen. Hi, hi. Hi. Nou, ik heb alleen 50 euro. Is dat een probleem? Mop. Ja. Oké. Nou, kijk. Dankjewel. Nou, super, dankjewel. Dan moet dat weer hierin. Veel plezier ermee. Oh, ik heb geen bonnetje. Nee, maar dat heb je. Dat kan niet. Oh, hartstikke bedankt. Hey, succes. Hey. Dag. Succes. Doei, doei, doei. Nou. 40 euro. Oh, dit is alweer een probleem. Oh. Oh. Wacht even. Eerst zo, naar beneden. Nou, denk je dat dat helpt? Dan schuin. Schuin? Schuin, ja. Het wil niet schuin. Wacht even, dit... Nou, zeg. Ja, moet je luisteren. Dit is wel een probleem. Doe eerst trouwens maar deze, de kortste. De kortste. Hoezo? Rustig, joh. Hé. Hey. Nou kan het ook meer. Nou, ik haal hem er dan wel uit. Ik probeer dit erin te krijgen. Ja, ik vind het hartstikke zat. Zit dat ding weer dicht? Ja, dat is toch jammer. Als we nou dit even open doen. Oh, kijk. Dat is misschien nog een idee. Ja, kijk, dan doen we even oh, zo. Meiden, wat ben jij goed bezig, Eer. Nou, is het niet geweldig? Nou ja, daar word je mee geboren. Ja, met intelligentie of niet. En daar doe je verder niks aan. Daar kan ik ook niks aan doen. Ja, ik heb mijn MAVO. En een beetje kapperschool. En jij hebt nou, andere goede ideeën. Mee? Oh, ja, die zak die hangt hier nog. Oh. Wat erg. Oh, dat is wel heel zou erg. Het gaan, Eer? Ja, dat komt goed. Komt helemaal goed. Uithoren.